zijn altijd loten, dus het is niet zo dat de ene veel meer vermogen heeft dan de ander. Je hebt niet altijd dezelfde molen? Nee, je moet elke ochtend zitten in een zakje en dan moest je loten en dan staat er op de tankennummer. En dat nummer, die motor heb je dan, zet je eigen kuip op. En daar, met die dag moest je dan rijden met die motor. Oké, okay, je zet je eigen kuip dus. Molen die komt eraan, met hoeveel nog mee? 20, 25? Nee, 20 was het volgens mij, 19, 20. Oké. Okay. Die hebben allemaal gelijkwaardige molens, dus je trekt een nummer. Je kunt nooit zeggen dat één zijn molen is sneller of niet. De ware kampioenen komen zo vanzelf naar boven. Ja, waar loopt zo'n ding? Maximaal staat 100 lopen, niet veel harder. Oké, okay, nou, ik kan een beetje overdreven, maar hoe was het? Het onderhoud. Juist. En je hebt dus een technische vader? Ja, dat klopt. Heeft hij zelf ook ooit gereisd? Ja, op een brommetje. Dus die kun je wel aan. Loop pas naar huis. Oké. Okay. Justin, heel veel succes.